is het filmpje van Babette. Zij is in het ziekenhuis voor een operatie. De dokter heeft je verteld dat je een operatie krijgt. Net als Babette. Babette heeft een beetje honger, want voor de operatie mag je niets eten. Yvonne is verpleegkundige. Zij en een paar andere verpleegkundigen zorgen vandaag voor haar. Yvonne doet een bandje om Babettes pols. Daar staat haar naam op. Zo weet iedereen wie ze is. Yvonne heeft Babette al gewogen en gekeken of ze koorts had. Ze meet ook haar bloeddruk. Babette heeft een ziekenhuispaspoort gekregen. Jij ook? Iedereen die een operatie krijgt, moet een operatiejasje aan. Yvonne geeft er een aan Babette en legt uit hoe ze het vast moet maken. Babette is bijna klaar voor de operatie. Er zijn nog een paar belangrijke dingen die Yvonne met Babette wil doen. Eerst pakt ze de pijnkaart. Straks krijg je een operatie, zegt ze. Na de operatie heb je soms pijn. We willen graag weten hoeveel pijn je hebt. Yvonne legt uit hoe de pijnkaart werkt. Je kunt er precies op aanwijzen hoe je je voelt. Dat is fijn voor na de operatie. Babette moet even wachten tot de operatiekamer belt dat ze aan de beurt is. Yvonne brengt 2 pilletjes en een glas water. Nu is ze helemaal klaar. Soms krijg je ook een medicijn te drinken. Maar dat hoeft Babette niet. Babette is aan de beurt. Samen met papa rijdt Yvonne haar bed de kamer uit. Babettes knuffel gaat ook mee. Op je bed met wielen rij je door de gang. Het kan zijn dat je met de lift moet. Babette vindt het allemaal prima. Leuk zelfs om zo door het ziekenhuis te rijden. Babette is aangekomen bij de operatiekamer. De OK noemen ze dat in het ziekenhuis. Babettes vader gaat zometeen met haar de OK in. En dat betekent dat hij een operatiepak aan moet. En een muts op. Babette vindt dat hij er heel gek uitziet met die muts. Maar iedereen die op de OK werkt, heeft speciale kleren aan. Dat moet omdat de OK schoner dan schoon moet zijn. En dat zijn je gewone kleren niet. En Babette, die krijgt ook zo'n muts op. Babette is in de voorbereidingskamer. Yvonne gaat zo weg en een andere verpleegkundige neemt Babette van haar over. Ze praat even met Yvonne, Babette en haar vader. Yvonne gaat weg en Babette is aan de beurt. Babettes papa en de verpleegkundige rijden haar naar de OK. Wow, hier is veel te zien en er zijn zoveel mensen. Die zijn er allemaal om je te helpen. Babette is blij dat haar papa bij haar is. In het midden staat een smal bed. Dat is de operatietafel. Babette schuift even over. Boven het bed hangt een hele grote lamp. Als die aangaat, heeft de dokter in één keer heel veel licht. En dat heeft hij ook nodig. Babette ziet allerlei spullen die ze straks nodig hebben voor de operatie. Een van de mensen in de OK is de slaapdokter. Zij zorgt dat je in slaap valt. Onder narcose gaan heet dat. Dat moet altijd bij een operatie. Onder narcose voel je niets en kan de dokter rustig werken. Babette krijgt stickers op haar buik en een klemmetje met een lichtje op haar vinger. Ze voelt er niets van. Aan de stickers en het klemmetje zitten draadjes. Die gaan naar de computer. Nu kan de dokter daarop je hartslag en ademhaling in de gaten houden. Ook heel belangrijk. Het is tijd dat Babette gaat slapen. Ze krijgt daarvoor een infuus. Een infuus is een zacht buisje in je hand. Om het infuus aan te brengen is een prikje nodig. Het doet een beetje pijn, maar gelukkig gaat de naald er meteen weer uit. Er wordt een pleister opgeplakt en dan zie je alleen nog het dopje. Babette kan gewoon alles doen met haar hand en ze voelt er niets van. Babette gaat dus slapen met een infuus. Dat is niet altijd zo. Soms willen kinderen liever met een kapje onder narcose. Dit mag als de slaapdokter het goed vindt. Je krijgt dan een kapje over je neus en mond en moet rustig door je mond ademen. De slaapdokter spuit witte slaapvloeistof in het dopje van Babette. Het prikkelt een beetje en dan valt Babette in slaap met haar knuffel. Ze slaapt net zo lang tot de operatie klaar is. De operatie is voorbij en Babette heeft er niets van gemerkt. Ze ligt nu in een kamer die de recovery heet. Haar vader zit naast haar en wacht tot ze wakker wordt. Het infuus zit nog in Babettes hand. Het kan zijn dat ze medicijnen nodig heeft. Die krijgt ze dan door het infuus. Babette is weer wakker en een verpleegkundige komt kijken hoe het met haar is. Ze vraagt of Babette pijn heeft. Op de pijnkaart wijst Babette aan hoe ze zich voelt. De verpleegkundige vindt dat het goed gaat met Babette.
Ze haalt de stickers van haar buik en haalt het klemmertje van haar vinger. Babette is helemaal wakker en Yvonne komt haar zo halen. Ze mag terug naar haar eigen kamer. Babettes vader mag eindelijk zijn operatiekleren uit en Babettes muts mag ook af. Zo ziet ze er weer een beetje normaal uit. Yvonne komt binnen en even later rijdt Babette weer in haar bed door het ziekenhuis. Babette is weer terug op de kinderafdeling. Ze moet nog even op haar kamer blijven. Ze mag weer wat eten. Yvonne komt steeds even kijken hoe het met Babette is. Ze vraagt nog een keer of ze pijn heeft. Alles is goed en het infuus mag eruit. Daar voelt Babette bijna niets van. Het kan zijn dat de dokter ook nog even komt kijken. Yvonne komt weer binnen en ze kijkt blij. Alles is goed. Babette mag weer naar huis. Soms moet je in het ziekenhuis blijven slapen. Maar dan ben je niet alleen, want papa of mama krijgt gewoon een bed naast jou. Yvonne en Babette schrijven nog wat in Babettes paspoort. Dan kan ze het straks aan iedereen laten zien. Babettes spulletjes zitten alweer in haar koffer. Ze gaat naar huis. Dag Yvonne, dag ziekenhuis!